kan maar even in de bus doen. Ja, puur! Dan kunnen we hier gaan een feestje bouwen. Het is nog wel een eindje. Volgens mij zijn we nu inmiddels al... Hoe lang is het? 2,5 uur onderweg of zo? Hey, yo! Ik ben Tim. Hey, ik ben Nick. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kook TV Coolbox. Het is weer tijd, we gaan leuke dingen doen. Je zult denken, waarom hebben deze jongens deze pakjes aan? Wel een canonkeer. Wij gaan vanavond en vannacht overleven in een bos. En dat doen we dus niet alleen, want we gaan weer iemand verrassen vandaag. En vandaag is dat Ashley. Zij is 16 jaar, ze is een enorm sportief type. Ze houdt van kanoën, skaten, wakeboarden. En ze wil ook een opleiding outdoor doen. Avontuurlijk type. Ja, misschien kan ze ons wel helpen vanavond in het bos, denk ik toch? Ik denk wel dat het nodig is, want ik heb nu al honger. En ze moeten overleven daar. Maar laten we er eerst gaan verrassen. We gaan Ashley zoeken. Waar woont ze eigenlijk? Wat gaan we eigenlijk doen? Hoe gaan we haar eigenlijk verrassen? Moet gewoon 10 keer opdrukken of zo. Gaan we verrassen. Gewoon naartoe gaan. Oké. Okay. Kom, hey, let's go. Hey. Oeh, dit is best wel ver, man. Breek niet je been meteen, hè? Nou, komt hij dan, hè? Oh. Oh. Ja, dit is survival level 3 hoor. Tijger en ik. Gast tijger, ik ben een luipaard. Tijger. Wat was dat dan? Dat was helemaal geen tijger. Maurice, Chantal, Ashley en Kimber. Wat doe je? Ga je verstoppen? Wat doe jij dan? Weet ik niet. Nou, verstop je. Tim. Ik ben Nick van Kook TV Coolbox. Ashley. Weet jij waarom wij hier zijn? Nee. We hebben gehoord dat jij nogal avonturierlijk type bent. Avontuurlijk moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Het is namelijk zo dat wij vandaag een verrassing voor jou hebben. En of het een leuke verrassing is, dat is een beetje aan jou. We gaan namelijk vandaag survivalen in the wild. In het wild. We krijgen training, survival training. Hoe moet je vuur maken? Hoe overleef je in het bos? Vind je het leuk? Ja. Heb je tijd überhaupt? Of heb je allemaal afspraak staan? Nee, volgens mij niet. Ga je met ons mee dan? Oké. Okay. Oké, okay, yes. Top. Nou, dat is fijn. Pak je spullen, pak wat je nodig hebt. We lopen even met je mee als het mag. Oké. Okay. Top. Ons is verteld, we zouden jou meenemen naar een survival clinic en vervolgens zouden we gaan overleven en overnachten met een survival expert in het bos. Spannend. Dus daar moeten we ons op voorbereiden vandaag. Dus ik denk wat jij allemaal mee moet nemen. Warme kleding. Die vies mag worden. Een paspoort moesten we ook meenemen. Dus dat eigenlijk denk ik. Ja. En je moest zorgen dat je goed gegeten had in ieder geval. We moeten natuurlijk op het wild jagen, dus het kan zomaar zijn dat we geen avondeten hebben. Ja. Dus ik zou zeggen, pak je spullen. Ja. Dan gaan we er een mooie dag van maken. Nou, ik ben nog wel een beetje benieuwd. Ik vind dat er een beetje geheimzinnig gedaan wordt over wat we nou echt gaan doen. Davy, onze cameravrouw, die kan nooit zo goed liegen en nee. Die lacht de hele tijd een beetje raar. Ja. Dus ik vertrouw de boel niet helemaal. Wij vertrouwen het niet. Tim en Niek die denken dat ze gaan survivalen in Nederland. Maar echter, we gaan survivalen in Frankrijk. En deze twee heren, die gaan me daarmee mee helpen om ze in ieder geval de bus mee te krijgen. Oké, okay, nou, klaar voor Ashley? Denk het. Jij mag voorop. Nou, tot ooit, hopen we. Go. Ja, dit is een bel. Oké, nou, we gaan die kant op, denk ik, toch? Stap maar even in de bus in deze geval. Wat een grimmigheid dit ineens. Kom maar, okay. Lekker meekomen. Maar we moeten naar het bos, hè? Kom mee, hè? Stop maar. Het is een dame uiteraard. Is dit te vertrouwen? Mijn god. Oi. Oké, we zijn een beetje bijgekomen van een soort van ontvoering. Ik trek me dat zo slecht, joh, dit soort dingen. Ik hou echt niet van verrassingen. Niet? Je bent zo avontuurlijk, toch? Jawel, maar in dit soort dingen wil je gewoon weten wat je gaat doen. Ja, hè? Ik denk dat we maar één ding kunnen doen. Wachten en proberen te overleven. Maar jij hebt veel overlevingstechnieken, skills. Wat kan je ons dan leren straks? Ik denk een soort hout om vuur mee te maken. Dat is al heel wat. Dat is meer dan dat ik weet in ieder geval. Nee, we blijven maar speculeren, maar we weten nog steeds helemaal niks. We hopen inmiddels dat we naar een warm land gaan waar we lekker een cocktailtje gaan drinken. Nou jongens, volgens mij zijn we bijna ergens. Ik denk dat dit wel de laatste update is. Denk ik ook. Van ons allemaal, als we dit gaan overleven in ieder geval. We keken stiekem even op de telefoon. We zijn in Frankrijk nu, in de Ardennen. Ik heb hier geen goed gevoel over. Ashley? Nee. Geen goed gevoel over. Oké, nou heel mysterieus allemaal. Meneer die ons ontvoerd heeft, die staat ons op te wachten. Wat vinden we hiervan, Ashley? Beetje eng. Ja? Eerlijk gezegd. Ja, hè? Ja. Ik denk wel een beetje hetzelfde. Ashley, jij mag voelen. Het is jouw feestje. Goedendag. Welkom. Weten jullie wel een beetje wat jullie te wachten staat? Absoluut niet. Het survival verhaal in Nederland is iets anders geworden. We zijn in Frankrijk. Ik stuur jullie zo meteen weg met de rugzak. En eigenlijk niet heel veel meer dan dat. Grotte, dit ga je er niet menen. Ik ga jullie eigenlijk de allerkortste survival cursus ever geven. Met een aantal dingen van wat jullie eigenlijk kunnen gaan doen. Wouden moeten gaan doen. En wat handig in ieder geval voor de nacht uiteindelijk is.
Er zit een mes in. Er zit een magnesiumstokje bij. Dat is uiteindelijk jullie enige middel om vuur mee te maken. Er zit een stukje sisseltouw in. En dat als je dat uitrafelt, dan kan je daar een vonkje op doen. Jullie gaan straks naar een beek toe of een stroompje die door het gebied heen loopt. Dat is uiteindelijk zometeen referentiepunt voor het navigeren. Maar het is ook uiteindelijk waar jullie je water uit gaan halen. Er zit een ketel in. Als je de water drinkbaar hebt, dan moet je het in ieder geval koken. Er zit ook 1 liter in. Dat is gewoon normaal gezuiverd water, maar dat is 1 liter. Dus je moet ook zeer zeker voor morgen, dat je in ieder geval nog wel voldoende water ook hebt. Ja, dus jij moet niet meteen alles opzuigen, maar dan weet je precies hoe het gaat dan weer. Er zitten ook een aantal fluitjes in. Die fluitjes die gebruiken uiteindelijk als noodcommunicatie. Er zit ook een radio in. We zitten ergens in de buurt. Jullie zo meteen globale richting op. En als jullie ongeveer ook houden waar jullie dan ongeveer van zitten, dan weten jullie in ieder geval te vinden. Dit belooft een groot avontuur. Heb jij nog vragen? Nee, echt. Heb je er zin in? Ja. Nee, ook niet echt. Wel? Jawel. Oké. Oké, dame, heer, we hebben alle spullen. Ik doe de eerste shift. Dan zou ik weer aan de beurt, hè? Ja. Jongens, het is nog 1,5 uur licht ongeveer. Dus ik denk naar het beekje toe. Dan gaan we takken verzamelen om vuur te maken. Dan gaan we hut bouwen. Hele chille bedden bouwen. En hopelijk nog wat er omheen als het lukt. En misschien zelfs een heel huis. Hey. Let's go. Oké. Let's go, jongens. Hey, jongens. Hebben jullie al eens gehoord van de Blair Witch Project? Leuke film toch? Eerst een goed idee. Ik vond het een heel slecht idee, maar vertel het gerust tegen de kijkers. We lopen nu naar de plek waar we willen gaan overnachten. Wat nou als we nu zoveel mogelijk takken alvast meenemen? Dan waar we naartoe gaan, dan kunnen we genoeg takken vinden. Ik denk dat we eerst even een goed plekje moeten vinden. Anders weten we niet waar we al die takken kwijt moeten. Dat is toch niet normaal? Hoe lang zijn we onderweg, Ashley? Ik zie mezelf gewoon al de hele nacht zo slecht gaan, zeg maar. Wow. Hier is iets dood gegaan. Nou, moet ik nog een beetje die kant op, hè? Ja. Jongens, zijn we nu al de weg kwijt? Jij bent zo'n natuurmens, niet? Niet normaal. Kijk dit. Een en al natuur. Wat vinden we hiervan? Van deze plek? Ik vind het mooi. Yo, gast. Het is gewoon een rutgebouw, man. Ligt er niet een lijk in? Tim, wat ben je nou weer allemaal aan het doen, jongen? We kunnen ook alles in de hand steken en dan hoeven we geen hout meer te halen. Kunnen we dat zeil niet als onderlaag gebruiken juist? Dan leggen we allemaal mos en daar het zeil op. Maar wat wordt het takenpakket dan? Oké, ik denk laten we eerst even kijken wat er in die tas zit. In die tas zit. Water. Wat is het? Een matje. Eén matje. Ik mag Ashley op slapen. Hoezo? Ashley wil toch graag overleven? Dit is het zeil. Ja. Dit is een deken. Dit is een slaapzak. Zo. Wow. Een lampje. Kaart. Eten. Oh, dat kan je vanuit het zakje eten. Nog een mes. Touw. Oké. Jongens, plannencampagne. Ik ga me bezighouden met de tent. Tim, ga jij die stenen halen met Ashley en hout. Heel veel hout. Dit is nat. Ja, is dit zelfs dit nat? Ik denk dat het nog wel eens lastig gaat worden. Is dat droog? Ja. Wat hebben we gevonden? Stenen. Kijk dan. Nick. Ja, ik heb geprobeerd om het zeil zo ver mogelijk nog over het ding heen te trekken. Want het ding is niet waterdicht en het zeil wel. Gast, dan kunnen we hier gewoon een feestje bouwen. Kun je de discoballen mee, of niet? Nick en Ashley die zijn druk bezig in het kamp. Nog gaat alles helemaal super. En kijk wat ik gevonden heb. Mooi open veld met allemaal stukken hout. Het enige probleem is dat het behoorlijk nat is. En je wil natuurlijk... Wow, ik dacht even dat ik iemand zag staan. Holy shit, maar het is een boom. Oké, jongens, het is tijd, hè, voor een vuurtje. Hier een bolletje van draaien, zei hij. Woe! Zieke vonk. Ja, dat was hem. Ja, goed zo. Woe! Gaat lukken. TV lijkt het altijd zo makkelijk, hè. Midden overheen. Oh mijn god. Zal ik even proberen? Het ziet er niet goed uit, dus. Kom op, jongens, het wordt al donker. Oh. Oh mijn god, hoe kan het niet aangaan? Nou, je bent geen opgever in ieder geval. Oh, bijna. Ja! Ja! Yes! Vuur! We hebben vuur! We hebben gewoon vuur. We hebben een, ziet het niet echt, maar een redelijk kamp met onze wafels die we mee hebben gesmokkeld. We hebben nog wel veel hout nodig, Ashley. Maar super nice dat we vuur hebben. Ik ben trots op ons. Ik vind het nu nog leuk in ieder geval. Daar sta je dan om 10 uur 's nachts water te halen. Nou, zet hem maar op, Ashley. Eigenlijk had iedereen die deze aflevering kijkt natuurlijk gehoopt dat het één groot fiasco zou worden. Maar het is gewoon hartstikke gezellig, toch? We hebben niks aan de was van. Nog niet. Wat? Heb je gedaan. Nick zegt, ik zet het water er nog even op om ons eten klaar te maken. En hij valt om. Ah. Oké, poging 2. Rustig. Oké, jongens, ik heb honger. Kom maar door. We hebben alleen geen bestek, hè? Hoe gaan we dat doen? Schenken, hè? Schenken gewoon in je slokdarm. Ashley, wat is jouw idee? Jij bent de survival expert van ons. Een flesje.
in een flesje macaroni uit een flesje drinken. Nou, even schoonmaken met kokend water. Wat een survival king ben je ook niet. Bon appetit. Met een stok als een lepel. Oké, zeg meteen even wat je ervan vindt, hè. Lekker met een beetje schors. Gast, ik denk dat ik gewoon mijn OV-kaart er weer bij pak. Lekker met de OV-kaart scheppen. Ruikt beter dan een gemiddelde studentenmaaltijd, hoor. En als student heb ik dus dit geleerd. Zo! Tim schept die halve bak leeg in twee happen, jongen. Het werkt beter dan een stuk schors, toch? Ja. Oké, okay, nou, zoals jullie kunnen zien gaat het als volgt. Deze twee hier, die gaan eerst even lekker slapen. En het is mijn beurt om als eerst op wacht te staan. Ons o zo prachtige vuurtje aan te houden. Dit is toch ook helemaal niet normaal, hè? Ik lig hier dus in de Ardennen, sterrenhemel, vuurtje staat aan, je hoort een beek op de achtergrond. Kan niet romantischer, even goed over mijn leven nadenken. Hoor ik dit dus constant hier op de achtergrond. Ik alsnog mijn oordeel op mij nemen, dus niet te geloven dit. Morgen. Wat is bij jou, Ashley? Beetje koud. Beetje koud, hè? Ja. Maar de vogeltjes fluiten inmiddels. Slaap was ver te zoeken, maar we hebben het nachtje overleefd. Hoe doe je? Hey, kijk eens wie daar aankomt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, voor zometeen. We gaan zometeen terug naar de bewoonde wereld navigeren. Oh joh. Ja, en het terug naar de bewoonde wereld navigeren in dit geval is wat veel wat vaker gebeurt, is dat je de rivieren een stuk volgt. Dus jullie volgen de rivieren een stuk downstream zometeen. Ja. En die gaan je eigenlijk helemaal meevoeren tot aan het noorden. Tot ergens op een bepaald punt dat jullie weer de bewoonde wereld tegenkomen. Okay. En daar zullen wij uiteindelijk staan om jullie op te wachten. Jullie pakken zometeen het kleine riviertje wat hier loopt. Die volg je. En die komt uiteindelijk op de grote beek uit. De beek namelijk wat hier loopt. En uiteindelijk, dit is jullie eindpunt. Hoe dit kompas werkt, als je hem recht houdt. Dan zie je dus dat heel mooi dat hij naar het noorden wijst. Nou, prachtig. Dat gaat wel lukken, toch, jongens? Ja. Tim? Tuurlijk. Ik heb wel mijn zin in de bewoonde wereld eigenlijk. Kom op, jongens. We moeten naar de bewoonde wereld. Ashley heeft al water in de schoen. We hebben nu scheid en we lopen gewoon volle vaart door de natte, drassige moerassen. Waar is de beek dan? Ja, we lopen nu recht op de beek af. Nice! Is het hem wel, jongens? Helemaal van hier naar hier gelopen. We zijn hier begonnen. We zijn nu bij dit punt aangekomen. Dit is lekker. Dit is de kronkel. Als we deze volgen, moeten we vanzelf in de bewoonde wereld komen. Volgen nog steeds de beek. Teken van leven. Lekker. Lekker. Nou, jongens. Hoe gaat het hier? Het is toch wel, het is een eindje, hè? Volgens mij zijn we nu inmiddels al, hoe lang is het? 2,5 uur onderweg of zo? Hey. Wat zien we hier, jongens? Een auto. Ziet er goed uit. Kijk, we zouden hier net doorheen banjeren. Maar dat gaan we dus even niet doen. Dit wordt hem. Het is toch ongelofelijk, jongens. Dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Dus een vreugdedans, Ashley. Woe, lekker hoor. I made it through the wilderness. De bewoonde wereld. Woe. Ja. Vijf. Goeie zaak, mooi gedaan, meid. Nou jongens, het is niet te geloven. We hebben het gehaald. Absoluut. Hey, wat was er moeilijk aan het stuk zo? Nou, ik vond het navigeren uiteindelijk best wel moeilijk. Ja, omdat waar we nou echt waren. We dachten op een gegeven moment dat we veel verder waren. Toen dachten we op een gegeven moment ook, oh shit, misschien zijn we er voorbij. Dat je overgeschoten bent. Ja, we wilden echt bijna teruggaan. Teruggaan naar je laatst bekende locatie is op zich natuurlijk altijd wel een goeie. Maar goed, navigeren is gewoon een belangrijk iets uiteindelijk. Nou, ik ben ook echt trots op jullie allemaal. En Ashley, heel goed gedaan. Super. Jij ook, Pik. Ja, lekker houden. Hey Dennis, in ieder geval hartstikke bedankt voor vandaag. Echt graag gedaan. Ik heb genoten, echt top. Dankjewel en tot de volgende. Dikke later. Nou jongens, wat een nacht. Zo, blij dat wij het overleefd hebben, zeg. Ja. Wat vond je ervan, Ashley? Ik vond het echt een hele erg vette ervaring. Ja? Ja. Wat vond je leuk? Ik denk de lucht maken en filmen. Hier hebben we goed aangehouden, maar hebben we wel geleerd dat dat het belangrijkste is. Ja. Man, wat was het koud. Nog een tip. Slaap je in de natuur? Ga dan voor hoogte en niet voor mos alleen maar. Want dan krijg je het koud, dat weten we inmiddels. Op het einde was het nog een beetje spannend natuurlijk, of we het wel zouden halen, maar het is gelukt. Dus ik ben eigenlijk hartstikke trots op jullie allebei. En op mezelf een beetje. En wat vond je het leuk? Ja. Wij vonden het ook een vette hoop.
Hopelijk vonden jullie het ook heel vet. Zo ja, laat het hem even weten in de comments. Laat even een reactie achter. En abonneer je natuurlijk op het CoTV kanaal. Ja, en zet je notificaties natuurlijk ook even aan, want dan weet je zeker dat je niks mist. En heb jij nou ook een droom, een wens, of wil je altijd al eens iets vet zien, bijvoorbeeld overleven in een bos? Een nachtdienst van wakker? Nou, laat dat gewoon even weten, want ja, misschien komen wij jou de volgende keer allemaal ophalen. En gaan we iets zoals dit doen. Dit was hem weer. Yo, hoi! Hey.